De dagen worden afgeteld, want op donderdag 2 mei bestaat het Volkspark in Enschede precies 150 jaar. Dat wil zeggen, 150 jaar geleden ging hij open voor het gewone volk. Dat is een mijlpaal voor het allereerste volkspark van Nederland. Dat wordt het hele jubileumjaar gevierd met de gebruikers van het park. Op de verjaardag zelf wordt in het park een kinderfestival gehouden. En dat is misschien wel het hoogtepunt. Die dag is ook de presentatie van een fonkelnieuwe biografie die de anderhalve eeuw volkspark in al haar kleuren beschrijft. Bij ons initiatiefnemer van die biografie en volksparkbeheerscommissielid Quirine van Heek en de schrijver van die biografie Gert van Oosterom. Welkom beiden. Wat leuk jullie te zijn. Nou ja, dit is het boek. Het is een prachtige uitgave, zag ik al. Hardcover, mooi gebonden. In linnen heet dat dan, of zo geloof ik. Hè. Dat is, ziet er mooi uit. Quirine, we zijn aan het aftellen, zei ik net in de introductie. Volgens mij ligt dat ook zo'n beetje heel spannend. Absoluut, heel erg mooi moment is dit. We hebben een jaar naartoe gewerkt. En het volkspark is natuurlijk ook echt gecreëerd als volkspark. Daarvoor was het eigenlijk niet echt een park. Het is echt gecreëerd als een volkspark. In 2 jaar tot stand gebracht. Uit de nalatenschap van Hendrik Jan van Heek, 1872. En dat is dan hoe zit dat van Heek? Is dat een om een bed over roodvader, waar zitten we? Hendrik Jan van Heek had zelf geen kinderen, daarom nalatenschap. En zijn jongere broer Herman van Heek en Gerrit Jan van Heek, die hebben het voor elkaar gemaakt. En Herman van Heek is eigenlijk de opa van mijn grootvader. Juist, precies. Oké. Okay. Dus ook gewoon. Nee, de grootvader van mijn opa. Ja, maar jouw wortels liggen eigenlijk ook in het volkspark. Dat is een klein beetje. Zeker, mooi. Niet alleen, maar meer. Maar je gaf al aan, een jaar aan gewerkt. Dat is een lang proces. Kijk ook even naar jou. Ja, dat enerzijds lang, maar anderzijds ook heel erg kort om van nul tot een boek te komen. Want voor de goede orde, jij woont in het Westen, jij wist niks van het volkspark waarschijnlijk. Bijzonder weinig. Ik was er wel een keer geweest, maar dan hebben we het echt over 15, 20 jaar terug. In ieder geval toen absoluut geen idee van de bijzondere geschiedenis. Nee. En Quirine, waarom? Ja, dat is misschien een beetje een obligate vraag hoor, maar toch, waarom moest dit boek er komen? Waarom vonden jullie het? Want dat is de beheerscommissie van het volkspark en jij bent initiatiefnemer voor dit boek. Waarom was het zo van belang om dit boek te laten verschijnen? Nou, het mooie is door gedegen onderzoek te laten doen. Een beetje meer over het verleden. En daarmee ook voor de toekomst. Er zijn allerlei opgaven die we als park hebben. Als volkspark. Hè, met de klimaatopgave. Maar ook met de verdichting van de stad. Mm-hmm. En mensen hebben niet meer een tuintje of een balkon. En de centrale gedachte als ontmoetingsplek is in het volkspark staat centraal. En nou ja, daar helpt het gedegen onderzoek enorm. Gerrit is natuurlijk landschapshistoricus, landschapsarchitect en schrijver. Dus wat wil je nog meer? Bijzonder gelukkige combinatie. Waar heb je Gerrit uit de hoge hoed getoverd? Waar haal je zo iemand vandaan? Dat is een bijzondere combinatie. Zeker. Ik heb me eigenlijk verdiept in mogelijke schrijvers en het profiel. En toen heb ik Gerrit eigenlijk gewoon gebeld. Hij had toen net een prijs gekregen. Dat speelt natuurlijk ook wel mee. En natuurlijk zijn boek gelezen. En dus wat dat betreft, en gelukkigerwijs had hij op dat moment ook net tijd om dit te gaan doen. Hij vond het zelf ook heel erg leuk en interessant. Toch? Je zei meteen ja, Gerrit, dat begrijp ik. Ik zei vrijwel meteen ja, want inderdaad wat ik zei, ik kende het park wel, maar ik was al heel snel achter dat hier gewoon een heel bijzonder verhaal te vertellen valt. En ik had inderdaad tijd, zelfs sterker nog zo, ik heb mijn baan ervoor opgezegd en ben vanaf dat moment fulltime onderzoeker geworden. En we praten nu over ruim een jaar geleden. We praten op de maand af een jaar geleden, ja. Klopt. Hey, en in dat proces het beschrijven van het volkspark, gaat het over historie, geschiedenis, daar ben je ingedoken. Maar het zijn ook, jullie hebben ook verhalen opgehaald, heb ik begrepen. Ja. Hoe is dat gegaan? Nou, wat heel bijzonder is dat wie je ook spreekt in Enschede en omgeving, iedereen kent het volkspark. En iedereen heeft er ook wel een persoonlijk verhaal bij. Soms alleen maar doordat je sinds je jeugd ieder jaar 1 keer naar het park gaat om naar de kermis te gaan. Maar er zijn ook hele generaties die er getrouwd zijn, feest gevierd hebben. De dodenherdenking natuurlijk. Maar ik sprak ook vorige week nog mensen die in de jaren 60 nog naar een hele grote tentoonstelling zijn geweest als klein jongetje. Dus waar je ook begint hier in Twente over het volkspark, iedereen zegt meteen wel van, die begint eigenlijk gewoon direct te vertellen. En dat is heel leuk. Ja, dat snap ik. En ik zit even naar jou te kijken, Quirine. De bedoeling van Bernard van Heek destijds, dat is behoorlijk uitgekomen alles bij elkaar, als je die verhalen bij elkaar optelt.
Zeker, dat is dus ook het mooie in een vastlegging. Dus Hendrik-Jan van Heek die zei eigenlijk van... nou, ik vind het belangrijk een ontmoetingsplek, hè, laagdrempelig... dat mensen elkaar ontmoeten. En dat is eigenlijk ook weer heel actueel. Mensen leven nu in de bubbel. Nou, hoe mooi is het dan dat je in het volkspark elkaar kunt ontmoeten... dat je kunt sporten, dat er spel is... dat er momenten zijn om kunst te beleven... lekker naar de kermis te gaan. Eigenlijk alles een soort centrale plek in die stad... Ja. Waarvan alles en nog wat in de loop van die anderhalve eeuw plaatsvond... ook echt van voor en door, in ieder geval voor het volk. Nou, voor iedereen. En het mooie is ook dat we dat niet alleen doen. Hè. De commissie van beheer gaat natuurlijk over het beheer van het volkspark... We hebben drie beheerders, tuinmannen die dat met enorm veel energie en passie doen. En we hebben ook een aantal organiserende partijen. Zoals bijvoorbeeld de Singelloop, die natuurlijk op zondag, 8 september... weer voor 5000 mensen een prachtig evenement organiseert. We hebben het is natuurlijk begonnen met de paaskermis. We hebben NL Doet gehad. In het volkspark. Grote festivals. We hebben de Nationale Boomplantdag gedaan... waar leerlingen uit groep 7 bomen hebben geplant in het volkspark. We hebben natuurlijk kunst in het volkspark. We hebben in het volkspark. Nou, ga zo maar door. Echt fantastisch. Het is een eindeloze rij. Ja. En hou het alleen maar over de hedendaagse evenementen laat staan. Het is een enorme rij. Ik zit ook even, Gerrit, wat is nou een verhaal... Nou ja, misschien ook van de verhalen die je hebt, wat je echt gewoon bijblijft. Want dat is misschien zo markant voor de betekenis van dat volkspark hier in Enschede. En dat heb je waarschijnlijk dan ook opgetekend in het boek, kan ik me voorstellen. Nou, achteraf gezien, maar dat kun je van tevoren niet bedenken... vind ik dat de hele geschiedenis van Enschede na de grote brand... vind je eigenlijk terug in dat park. Dus het park is altijd een podium geweest... voor de dingen die er echt toe doen in Enschede. En dat kan gaan over een herinnering aan de oorlog of de vuurwerkramp... maar ook natuurlijk gewoon grote feesten. Als er wat te vieren was, gebeurde dat in het volkspark. En dat is eigenlijk, denk ik, nog steeds zo. En dat maakt dit park heel erg bijzonder, dat als je... het park begrijp je, tenminste ik als buitenstaander... ook veel meer van Enschede zelf. En dat vond ik heel bijzonder om te merken. Grappig. En opmerkelijk, want dat park... even een klein stukje historie. We kunnen natuurlijk lang niet alles behandelen. Maar het is wel grappig, want dat park ligt nu midden in de stad. Dat is, veel meer midden in de stad kan je niet zitten ongeveer. Nee. Maar dat is in het verleden was dat wel anders. Er zat een kilometer weiland. Drassig land zat daartussen. Ja, dat is natuurlijk gewoon heel bijzonder. Dat eigenlijk voordat het volkspark werd aangelegd... had Enschede gewoon geen park. Het had ook geen stadssingles. Er was bijna niets. Nee. En op het moment dat je natuurlijk in hele korte tijd... want dat was de ambitie, een park wil aangeleggen... dan moet je ook op zoek gaan naar een terrein waar dat snel kan. En toen heeft men al heel snel een stuk terrein gevonden... wat al een eigendom van de stad was. Dus dat was makkelijk. Daar kon je beginnen. En dat lag inderdaad een kilometer buiten de stad... maar het lag wel vlak bij het nieuwe station. En daarmee was het natuurlijk ook gewoon meteen vanaf het begin... ook gewoon een van de plekken waar je binnenkwam... en waar Enschede zich ook kon presenteren aan de buitenwereld... als het moderne nieuwe Enschede. Dat is wel grappig, want daarin zag je natuurlijk al... dat die visie op uitbreiding van die stad al volop aanwezig was. Dat station lag er een stuk uit buiten. Ja. Dat volkspark lag er een stuk buiten. Dat ging wel volgebouwd worden. Dat was zeker het idee. Het park kon ook eigenlijk niet dichter bij de stad liggen. Want dat tussenliggende deel, het was gewoon een heel drassig gebied. Ja. Dat was gewoon niet handig. Er staat nu Saxion. Dat gaat allemaal goed. Maar dat was op dat moment gewoon geen praktische plek. Nee. En inderdaad, direct rond de stadskern werden op dat moment overal fabrieken gebouwd en woningen. En ik denk zelf ook wel dat ook een overweging was van leg het maar ietsje verder weg. Dan ligt het ook de ontwikkeling van dat niet in de weg. Ja, het is een strategische plek. Zeker. In veel opzichten. We hebben een aantal foto's die ook in het boek... Dat is misschien leuk om daar heel even langs te gaan. En dan, ik kijk even naar jullie allebei. Misschien even kort vertellen wat we op die foto zien... en waarom dat misschien belangrijk is om in dat... die foto in het boek is terechtgekomen. Ja. De eerste gaat over volgens mij een Frida Heutink-Veenstra. Ik weet niet of die foto's er al... Ja, kijk hier. Dit is Fridaatje bij een brug over een van die waterpartijtjes in het volkspark... Ja, dit is het openingsbeeld van het hart van het boek. En wat ik heel leuk vind, je ziet zelfs hier de vingerafdrukken... van waarschijnlijk de familie Heutink nog op de foto. Ik zat net te kijken van wat zie je eigenlijk. En wat zien we daar? Nou, hoe persoonlijk wil je het hebben? En dat staat eigenlijk voor ons wel symbool, zeg maar... voor die hele persoonlijke binding die mensen met dat park hebben. En dit is een van die beelden die naar aanleiding van die oproep is aangeleverd.
Wij weten natuurlijk dat er op zolders en in kasten nog honderden, zo niet duizenden andere beelden moeten zijn. Maar dit beeld pakt je meteen omdat het gewoon ja, zo persoonlijk is. En dan hebben we het dus hier over 1924. Dat wilde ik je net vragen, van wanneer dateert deze foto? Ja, je vraagt precies 100 jaar terug. Ja, precies. Ja, precies. Je vraagt je af hoeveel mensen bij een dergelijk bruggetje. Dit bruggetje is er in deze vorm niet meer. Nee, dit bruggetje is, dit is überhaupt geen brug meer. Dit ligt vlakbij het parkgebouw, maar dit is later gedempt. Oh ja. Dus deze is er niet meer. Maar hier moeten natuurlijk honderden, zo niet duizenden andere voorbeelden van zijn. Het verhaal wat er dus achter zit. Ja. En we hebben een foto van het park in 1880. Dat is heel kort na de opening, zeg maar eventjes. En je kun je heel goed zien hoe ver dat eigenlijk van het centrum af ligt. Met de schoorstenen op de achtergrond. De toren van de Oude Kerk overal bovenuitstekend. Dat is inmiddels ook anders. Ja, en dat is heel mooi, want daar bij de toren van de Oude Kerk, daar was ook het huis van Hendrik Jan van Heek. Hè? Ja. Daar is nu natuurlijk het Cubaanse restaurant. Maar Villa van Heek. Ja, Villa van Heek, inderdaad. En links zien we daar de Venetiaanse brug, waar ook menigering foto gemaakt zijn. En de parkweg, dus ook met een prachtige bomenlaan. Zo zouden we het ook graag naar de toekomst toe weer zien. Een prachtige bomenlaan, waarbij je als een soort van groene... klompenpad zou je ook kunnen zeggen, richting het Volkspark. Maar nu ligt het dus lekker midden in de stad. Er reed nog een trammetje in die periode zelfs. Ja. Dus, even los van die, dat is natuurlijk een elektrisch trammetje. Laten we dat even niet vergeten. Dat was behoorlijk energie-neutraal, zeg maar. Ja, dat was een vooruitziende blik. Dus ook daar liep Enschede al in voorop. En ja, het was ook niet voor niks dat het trammetje kwam. Want dat park lag een kilometer buiten de stad. Ja, en dat had natuurlijk ook wel tot gevolg dat het vooral op zondag heel erg druk was die eerste jaren. Maar het moet ook een soort feestje geweest zijn. Maar niet met je gezin, boterhamtrommeltjes mee waarschijnlijk. Picknickkleedje in het trammetje naar het park. Ja, dat was echt. Het was ook de halte, zeg maar. Je had ook bij het station kunnen stoppen. Maar nee, dit trammetje reed dus nog net eventjes door naar halte Volkspark. En het was dus ook zo dat in het parkgebouw dus ook echt gekeken werd naar de tarieven van wat je dan daar kon drinken. En het was ook niet de bedoeling dat er sterke drank geschonken werd. Maar gekeken naar de tarieven als in dat moest betaalbaar zijn voor iedereen. Ja, ook een arbeider moest daar limonade kunnen halen voor kinderen. Ja. Ja. Nou, prachtig. Kermis in de jaren 60, dat zijn de jaren waarin ik kind was. Alhoewel, het is net iets daarvoor, vermoed ik. Maar wie kent het niet? Kermis in het Volkspark. Maar dat is ook al oud, hè? Die kermis komt daar al, weet ik hoe lang. Ja, de kermis is al een jaar na de opening van het park daar naartoe gegaan. Er was altijd al een kermis, maar dat lag ergens. En je moet je bij kermis in die tijd natuurlijk niet hetzelfde voorstellen als wat we hier zien. Dat was eigenlijk veel meer een marktachtig idee. Maar het was natuurlijk een gouden zet om dat naar het park te halen. En dat is altijd zo gebleven. En ja, hier zie je natuurlijk ook van hoe bijzonder het is. Want ja, het klinkt heel leuk, een kermis in het park. Maar het is natuurlijk ontzettend complex. Want je zit daar dus letterlijk, hier zie je ook tussen de bomen dit soort enorme apparaten die daar staan. En ja, de kermis is niet altijd alleen heel erg geliefd geweest bij de Enschedeërs, maar ook bij de kermisexploitanten zelf. Want dit is nog steeds een van de weinige kermissen waar dus de wagens die erbij horen dus gewoon ook in het park staan. En niet ergens aan de rand van de stad. Dat is echt helemaal ingebakken in het verhaal van het park, die kermis. Ondenkbaar dat hij ooit ergens anders zou komen, mag ik hopen. Ja, dat klopt. En dat kan ook niet, want er wordt wel eens gedacht van, kan die dan niet op het Hendrik Jan van Heekplein, hè, midden in de stad? Maar dat kan niet, want daar is natuurlijk de parkeergarage nu onder. Dus die kan het ook niet houden. En wat ook mensen niet weten, is dat dus de inkomsten vanuit de kermis ook gebruikt worden om de bekostiging van het beheer van het park te financieren. Ja, dus dat is ook wel belangrijk. Misschien dan toch, want ik zat er denk ik zo meteen over hebben, maar je geeft het opzetje al, want dat is wel een dingetje. Hè? Dat park is 150 jaar oud. En zoals ook gebouwen onderhoud nodig hebben, geldt dat ook voor een park. Dat is niet anders en daar is geld voor nodig. Absoluut, ja. Dus een van de manieren is natuurlijk dat we kijken naar fondsenwerving. Dus wie wil een bijdrage leveren, wordt vriend van het Volkspark. Dat is een van de manieren. Ook samen met de gemeente Enschede zijn we op dit moment bezig om de verdere plannen uit te werken. Er wordt een aanbesteding gedaan. En we hebben 15 uitgangspunten die zeg maar leidend zijn in de verdere doorontwikkeling van het Volkspark. Het is natuurlijk een beetje beleidstaal. En ik begrijp dat je zegt, maar misschien even de laatste foto, Julian. Dat is perspectief, toekomst. Laten we dan gelijk dat dingetje even oppakken, want dit boek gaat niet alleen over het verleden. Het verhaal gaat niet alleen over het verleden, maar ook over de toekomst.
volkspark in de toekomst? En ik heb me wel zitten afvragen, kijk jullie allebei ook maar even aan hoor. Zo'n park, ik kan maar, 150 jaar geleden was dat een unicum. En was dat, arbeiders werkten hard. En het was een plek waar ze zich konden verpozen, waar ook dingen gebeurden. De tijd is natuurlijk drastisch veranderd. Iedereen vermaakt zich op allerlei manieren. En wat dat betreft is een park natuurlijk helemaal niet meer nodig. Nou, ik zou het tegendeel willen beweren. Want ik denk juist in deze tijd, Enschede staat natuurlijk ook aan de vooravond van nog een enorme verdichting. Er komen meer woningen in de stad. Meer er wordt beton, compact, meer steen. En dus is er meer behoefte aan groen. Dat geldt voor ons als mensen, maar dat geldt natuurlijk net zo goed voor dieren en planten. We hebben natuurlijk ook gewoon een klimaatopgave waar we elk stukje groene ruimte voor nodig hebben. Dus ja, ik ben ervan overtuigd dat park nog aan het begin van zijn gouden tijd staat. En ik denk zeker niet dat we dat al achter de rug hebben. Rijke toekomst voor het Volkspark. Zeker. Je had het over 45 punten, geloof ik. Maar ligt er eens iets uit. Wat gaan wij in, laat zeg even, de komende 10 jaar in en rondom dat Volkspark zien? Het zijn 15 punten inderdaad. 15. Ik overdrijf een klein beetje. Nee, 15. Dat snap ik. Ja, dat is best wel een flink aantal. Nou, in ieder geval, de opgave is om goed te kijken van het aantal bomen is best wel wat. Mag je de microfoon heel ietsje dichterbij doen? Dan natuurlijk, hoor het goed. Ja, zo beter? Oké. Nou, we hebben natuurlijk de klimaatopgave met. Het is ontzettend warm in de stad. Dat merken we allemaal. Dus je ziet ook als je naar de hittekaart kijkt, zie je het Volkspark groen en de rest zie je rood. Dus in het kader daarvan is belangrijk dat we ook dat wat er niet meer is aan bomen, dat we ook bijplanten en aan struiken en planten. Dus meer groen in dat Volkspark gaan we zien. Ja, dus inderdaad de wat oudere bomen, dat we ook goed kijken van dat die op termijn, als die het niet meer doen, want bepaalde soorten die passen ook, die doen niet meer goed in het park. Of gewoon omdat het te warm is. Dat we ook kijken naar hoe gaan we om met water. Dat is natuurlijk ook een grote opgave. En ook hoe zorgen we ervoor dat we de bekostiging naar de toekomst toe ook goed georganiseerd hebben. Ja, het is best een ingewikkelde puzzel, alles bij elkaar. Want je wilt natuurlijk ook de sfeer en de historie van dat volkspark wil je recht doen. Absoluut. Je gaat niet van alles op de kop gooien, kan ik absoluut me voorstellen. Daarom zeggen we ook verder met wat thee. Dus dat is het oorspronkelijke ontwerp. En dat wil niet zeggen dat we helemaal terug naar vroeger gaan. Nee, we gaan verder met wat thee. Dus die oorspronkelijke gedachten en die oorspronkelijke uitgangspunten, die gebruiken we ook voor de toekomst en voor het toekomstig ontwerp. Dus dat Engelse landschapstijl. Ja, dat zijn de slingerende paden. Ja. Dat is waar je lekker ontspannen kunt wandelen, waar je kunt sporten, lekker hardlopen, waar je elkaar kunt ontmoeten, waar je met je vrienden lekker kunt gaan sporten. Dat is eigenlijk waar het in het verleden om ging, waar het in het heden om gaat en waar het in de toekomst ook nog steeds om gaat. En nog meer dan omdat je dat minder in je eigen tuin kunt doen, zeg maar. De groene ontmoetingsplek is een beetje de long van deze stad, waar mensen elkaar weer ontmoeten. Absoluut. 2 mei, aftrap van het jubileumjaar, kijken jullie allebei even uit. De presentatie van het boek, er is een kinderfestival in het Volkspark. Wat gaat er nog meer gebeuren? Wat gaan we meemaken de komende periode? Nou, we hebben sowieso natuurlijk alle evenementen die ik net ook al even noemde. Dus we hebben de paaskermis hebben we gehad. Dan hebben we 2 mei, waar we de middag vanaf 1 uur voor alle kids van 6 tot 16 in samenwerking met Aliva, met Sportaal, met de museumfabriek, met Concordia. Ik hoop dat ik ze niet allemaal noem. Je wilde geen even vergeten. En natuurlijk de tennisclub, die inmiddels ook al behoorlijk lang bestaat. De mogelijkheid om sport en spel en ook creatief bezig te zijn. Mm-hmm. Verder natuurlijk de mogelijkheid om kunst in het Volkspark is dan weer in juni. Dan hebben we daarna in het Volkspark. We hebben de mensen sponsorloop. Op 2 mei is ook de overhandiging van het boek aan de burgemeester. Kijk, dus, dat. Heel goed. Dan even de misschien tot slot de typisch Hollandse vraag. Koopmannen en dominees zijn wij. Het is niet anders. Wat gaat het boek kosten? 34,50. Ja, dat is de mooie prijs voor een heel mooi boek. We hebben hem gezien. De biografie van het eerste volkspark van Nederland in Enschede. Als mensen het boek willen kopen, als je het boek wil kopen en je hoort dit, dan kun je terecht op de website volkspark.nl/boek. En ik wil Quirine van Heeken en Gerrit van Oosterom, de auteur. Even een andere. Gerrit is de auteur. Quirine is de initiatiefnemer voor dit boek. Dank jullie wel en heel veel plezier het komende jaar. Met name natuurlijk ook op 2 mei. Dankjewel.